うん。 Goedendag. Ja, uit, uit Beierland. Die was vanochtend in Rotterdam in de paracade langs de Nieuwe Maas. Pakte zijn fototoestel op het juiste moment. En dan krijg je zo'n fraaie foto. Het zonlicht wat schijnt door de aanwezige bewolking heen. Want vanochtend trokken tijdelijk wat donkere wolken over de regio. En die bewolking was dik genoeg om een paar druppeltjes regen los te laten. Althans, bij mij dan in Barendrecht. Maar ja, daarna zonnig. Warm tot zeer warm. Temperaturen liepen op tot boven de 26 graden in het Rijnmondgebied. Nou, vanavond en vannacht trekt er een buienlijn over de regio. Met uh, onweer, misschien wel met windstoten, lokaal ook veel neerslag. Dat trekt allemaal vrij snel weg naar het uh, noordoosten. Vannacht klaart het breed op. Het wordt zelfs aan de heldere kant, denk ik, met kans op een misbank. En temperaturen zo'n 15, 16 graden. En de wind rijdt naar het zuidwesten, zal zwak tot matig gaan worden vannacht. Ja dan morgen overdag, de donderdag, nou gewoon een mooie en aangename zomerdag. Flinke periode met zon, wat stapelwolken vooral landinwaarts. Temperaturen zo'n ja, 23 graden gemiddeld en dat bij een matige zuidwestenwind. Nou, dat is een voorproefje voor datgeen wat komen gaat, want het wordt gewoon uh, snikheet in het weekend. Vrijdag flink wat zon. 26 graden, zaterdag zonnig 29 graden gemiddeld. Dus zeg maar 28 tot plaatselijk al 30 graden. En dan zondag wordt de warmste dag van het jaar met temperaturen tussen 30 en 32 graden. Ook dan zon, een paar wolkjes slechts. Ja, en moet je eens kijken naar die temperatuur in de nacht. Rond 20 graden. Als die temperatuur niet onder de 20 graden uitkomt, dan spreken we ook wel van een tropennacht... Dus het wordt de komende dagen eigenlijk denk ik voor heel veel mensen te warm. Maar goed, Puikstrand weer, hè, daar kan je lekker verkoeling zoeken. En dan begin volgende week, ja, de zomer die blijft intact met temperaturen op maandag gewoon nog rond 25 graden. Nou, ik ga er even vier daagjes tussenuit. Ik zie u graag maandag weer terug en vergeet vooral geen weerfoto's op te sturen. Geniet van het warme weer, smeer u goed in, heel graag tot maandag.